Psalm 63. Zullen we hem eerst lezen? En ik lees hem vanuit de herziene Statenvertaling. En er staat boven die psalm staat verlangen naar God. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. Doet hij het? Ja. Nou, hopen dat hij het volhoudt. Hij staat nu op volledig vol. We gaan opnieuw beginnen. Psalm 63, verlangen naar God. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peinst in nachtwaken. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. En onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast. Komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neer doen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vorsten ten deel zijn. Maar de koning zal zich verblijden, al wie bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Ja, verlangen naar God. Ik herinner mij mijn jonge jaren dat je hoort over God. Dat je onderwijs krijgt vanuit de Bijbel. Dat je naar zondagsschool gaat. En dat je op school zit waar de verhalen langskomen. En vooral de verhalen die erg spannend zijn. En dan kan er iets ontstaan als kind. Dat je denkt, ja. Alles lijkt heel groot. Hè, en ook heel ver weg. Hè, en heel onbereikbaar. En jij denkt, en ik keek altijd naar mijn vader. Hè. Ik dacht, mijn vader, weet je wel, die bidt en die praat over God en hij nodigt dominees en sprekers uit. En mijn vader, die kan alles, weet je wel. Dan zat ik naast hem en dan keek ik naar zijn handen en dan dacht ik, moet nou eens kijken. Hè. Het is zo'n mazzelaar. Hij werkt thuis met mijn moeder en hij is een kind van God en hij heeft ook nog geld. En hij is, die man heeft gewoon alles. Ik dacht, die heeft God gevonden, die heeft hem leren kennen. En dan kan het zijn dat je als kind het verlangen naar God krijgt. Gewoon omdat dat zo is. Omdat je dat onderwijs tot je krijgt. En dan is de grote vraag natuurlijk, hoe leer je die God nu eigenlijk kennen? En ik weet nog dat ik jarenlang, als ik het niet zo goed wist, of dat verlangen, dat was er van binnen, of je had iets gedaan en dan dacht je, ja, dat is niet goed, of je wilde antwoord krijgen, dat ik die psalm zong
Ik heb hem zo vaak gezongen. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn genegen. Psalm 25, vers 2. Hè? En waarheen leidt mij in uw waarheid. Leer ijverig uw wet betracht. En ik goede dag die wet betracht. Die wet. Hey, hoe ga ik dat nou doen? Want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al de dag verwachten. Nou, dat verwachten. Dat. Maar waar ik geen erg in had. Of tenminste, later ga je dat beseffen. In je zingen en in je verlangen denk je dat je niet vordert, maar je vordert wel. Maar er gebeurt wel wat van binnen. Want eigenlijk ben je zachtjes aan het groeien. Want dat verlangen, dat is er niet zomaar. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat zingen en dat verlangen om God te leren kennen, te ontmoeten, dat gebeurt wel. Nou, dan komt er een periode in je leven dat je denkt, ja, weet je, ik moet carrière maken, ik moet werken, ik moet van alles en nog wat. En dan lijkt dat een stukje weg te gaan of zo. En dan heb je succes en ik was bedrijven aan het opzetten. En dan dacht ik van, het gaat toch goed? Maar als het dan minder ging, dan ging ik die psalmen zingen. Heer, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. En zachtjes aan ga je ontdekken dat je helemaal niet zonder God kan. En dat er iets gegroeid is in je wat je helemaal niet kwijt kan. En hoe komt dat dan? Ja, dat is een verbinding geworden. En toen ik 40 was, moest ik de Heer Jezus erkennen in mijn leven. En dat was omdat God zei, ja, maar het is nu genoeg met jou. Want je weet inmiddels best wel heel wat. En je kent mij ook wel, alleen je moet me erkennen. Ik wil voor jou uitgaan. Ik wil dat je me volgt. En dat was een harde les. Want toen moest ik mijn carrière afleggen. En ik moest de Heer Jezus gaan volgen. En dat was geen moeten. Het was wel een moeten dat hij mij pakte. Maar dat volgen, dat ging vrijwillig. En mijn leven draaide om. En ik weet nog dat ik het aan Margreet vertelde, aan mijn vrouw, we lagen op bed en ik zei, Margreet, ik moet je wat vertellen. En ik vertelde het van de week nog aan Chris en zijn vader. Ze hebben mij geholpen een boom verpoten en de vader van Chris een boom kweken en die had nog apparatuur. Het was een grote boom en dat is gelukt, want ik zei, ja, dat ga je niet voor elkaar krijgen, ik moet een machine halen. Ze zei, nee, dat kunnen wij met de hand, dus nou, dat is gelukt. En toen stonden we zo te praten en ik zei, op dat slaapkamertje, daar vertelde ik me gereed dat ik de Heer Jezus moest erkennen in mijn leven. En terwijl ik het vertelde, leek het net of dat er een gordijn openging, alsof er licht kwam en dat de Heer Jezus zei, hè, ben je daar nu eindelijk? Is het eindelijk zover? Het werd wel tijd, Jantje. En dan komt er een moment, een omkeer in je leven. Nou, we zien dat ook bij David. David die dus als kind zingt en God loven en prijzen bij de schapen. En hij wordt ook daar... Toen Samuel bij dat gezin kwam, werd hij eruit gekozen, werd hij gezalfd en er lag een taak voor hem. Dus David, we kunnen van David lezen vanaf jongs af dat hij God is gaan leren kennen. En dat hij hem ook bezong en dat het een kind van God was. Maar, er kwam een tijd dat hij in de woestijn zat. En wanneer was dat? Wanneer is Psalm 63 nou eigenlijk, op welke periode van zijn leven slaat het eigenlijk? Nou, dat was in de periode dat hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom. Absalom die hem achterna zat. Hij was gevlucht de woestijn in met een stelletje mensen die hem trouw bleven. En David die was daar in de woestijn en Absalom die maakte hem te schande. Het was het gevolg van de zonde van David zelf. Want profeet Nathan die was gekomen en die had bekendgemaakt dat hij vreemd was gegaan met de vrouw van Uria, Bathsheba. En als we dan lezen in 2 Samuel 12, vers 10 tot 12.
En dan, dan zegt hij, je hebt dit in het geheim gedaan, maar in het openbaar zal getoond worden dat het goed mis was wat je gedaan hebt. En je wordt een schande en het zwaard zal niet wijken. En Absalom die gaat dus op het dak van het paleis, gebruikt hij de vrouwen van David in het openbaar. Hij werd hem helemaal, werd hij te schande gezet door zijn eigen zoon. En in die situatie, dat Absalom hem naar het leven stond, zit David in de woestijn van Juda. Nou, dan ben je koning. En dan ben je gevlucht voor je zoon. En dan zit je daar in de woestijn. En ik kan me zo voorstellen dat zijn leven langskwam. Wat hij gedaan had, wat hij uitgehaald had. En ja, dan zit je daar. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij bidden. Dan gaat, het is een gebed. Hè? O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Nou ja, we kunnen zien, hè? We kunnen dat voor ons beeld ook. Het is niet zo moeilijk als je in de woestijn zit, dor en dorstig zonder water. Dus David, die vanaf zijn jonge jaren kind van God is geworden, koning is gemaakt. En hij zit daar in de woestijn, dor en dorstig. Dus er waren grote dingen gebeurd. En er kwam een periode van dorst en droogte. Ja, ik denk dat het heel herkenbaar is in ieders leven dat dat kan gebeuren. Je komt ergens vandaan, je hebt de Heer Jezus leren kennen, er is een vreugde gekomen, er is groei gekomen. En dan komt er een periode van droogheid. We zien het ook bij de Israëlieten als ze dus uit Egypte komen. Dan zijn ze uitgeleid uit Egypte. Nou, het is feest aan de overkant van de Rode Zee, want de vijand is verdronken. En wat kan er nog stuk? We gaan naar het beloofde land. Maar ja, er komt eerst een woestijn. Dor en dorstig. Er moet een les geleerd worden. Nou, David kreeg hier ook een les. En hij zoekt God, hij beleidt zijn God. En hij zegt, ik zoek u vroeg in de morgen. En mijn ziel dorst naar u, net zoals dat ik hier zit in de woestijn en het is droog en dor. En we hebben geen water. Nou ja, de Heer Jezus die zegt later, als je op deze wereld is, kom naar mij toe en drink van het levende water. David verlangt ernaar, naar het water om te drinken. En dan zegt hij in vers 3, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Hij weet dus van de ontmoetingen met God. Hij zegt dat ook, ik heb u aanschouwd, hij heeft hem gezien. Nou, dat kan in ons leven ook zo gebeuren, dat we een ontmoeting gehad hebben met God, dat we vol waren, dat we gezongen hebben. Ik heb periodes in mijn leven gehad, ik dacht, dat er nou nog mensen zijn die het lastig hebben. Ik kon het me niet voorstellen. Ik denk, het is met God, we dringen door een bende, we springen over een muur. Ja, dat klopt. Die tijden kunnen er zijn. David heeft het ook gehad. Ik heb u in uw heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Dan denk je toch tegen alle zaken. Je denkt, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan de wereld bereiken. Ze moeten het allemaal horen. En iedereen neemt dat aan. Want wat ik ontdek heb, als ik dat vertel, daar worden mensen toch jaloers op. Dat willen mensen toch ook. Ja, David weet er ook van. Hij zegt, ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. Ze Jezus leren kennen hè, in onze tijd. Door de Heilige Geest, de werking van de Heilige Geest. Als het actief en werkzaam is en we zijn aan de voeten van de Heer Jezus. Ja, dan kunnen we daar vol van zijn. En dan is het niet dor en dorstig en droog zonder water. En dan schrijft hij ook, uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Ja, als we de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. Ik weet niet of hij het herkent, maar als je zo'n periode hebt, zo'n moment hebt, dat je vol bent van de Heilige Geest en dat je de Heer Jezus
kunt loven en prijzen, ja, dan is het leven hier niet zoveel meer waard. Dan is er een diep verlangen om bij Hem te zijn, om Hem, ja, voor eeuwig groot te maken. Ik heb wel eens periodes gehad in mijn leven dat ik dacht, Heer, neem mij maar weg, want hier wil ik toch helemaal niet meer zijn. Wat doe ik hier eigenlijk nog? En dan zegt hij, ja, er is nog een taak, er is nog een klus. Want je bent mijn discipel en vertel dan maar over mij dat ik goed voor een ieder wil zijn. En ieder die tot me komt, die zal ik niet terugsturen. Maak het maar bekend. Vertel het de mensen maar. Ja, maar ik ben niet perfect. Nee, dat wist ik al. David was ook niet perfect en toch een kind van God. De heerlijkheid zien van God. Verlangen naar God. Denk er maar eens over na. Is dat in je leven gebeurd? Dat je een moment in je leven hebt gehad dat je zo vol was van God, dat je dacht, wie maakt mij nog wat? Waar kan het nog misgaan? Nou, ik heb ze gehad. Maar ik heb ook andere tijden gehad dat ik dacht van, waar is dat nou eigenlijk? En was dat, hoe lang is dat geleden? Ja, daarom zullen uw lippen me prijzen. En als het levendig is en het is aanwezig, ja, dan kun je God zeker loven en prijzen. Zingen van vreugde, dan is de blijdschap onbepaald. Zo zal ik u loven in mijn leven, in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Ja, ik dacht vanmorgen nog, ik zat hier nog een poosje naar te kijken. Als we Psalm 150 lezen, halleluja, loof God in zijn heiligdom. Loof Hem in zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om zijn machtige daden. Loof Hem om zijn geweldige grootheid. Loof Hem met geschal van de bezuin. Loof Hem met luid en harp. Loof Hem met tamboerijn en rijdans. Loof Hem met snarenspel en fluit. Loof Hem met een helder klinkende cymbalen. Loof Hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft, de Heere, loven. Halleluja. Wanneer hebben we voor het laatst op die manier gezongen? Dat we bij wijze van spreken met alles wat we kunnen vinden, lawaai kunnen maken en de Heere loven en prijzen. Ook in deze tijd, in tijd van corona. In tijd misschien wel van overlijden van je moeder. In tijd zoals Tineke en Johan op dit moment meemaken. Ja, het is wat als er zulke dingen gebeuren in je leven. En iedereen zal dus op zijn of haar manier wel zoiets meemaken. En dan toch de Heere loven en prijzen. Nou, David zit in de woestijn en hij zegt, o God, u bent mijn God. Zijn belijdenis. En dan zegt hij, mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Kun je je voorstellen in de woestijn dat je dit zegt? Als je zoon je zoekt, als je zoon je vrouwen te schande zet. Ja, het was zijn eigen schuld, zou je zeggen, dat hij daar zat. En toch kan hij in die woestijn zeggen, mijn ziel zal met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Vet en overvloed. Mijn moeder deed vroeger dat doet ze denk ik nog wel, zo'n schenkel in de soep. Mijn vrouw had er iets minder mee. Ik vind het heerlijk om dan zeg maar het merg eruit te douwen en dan lekker te mengen in de groentesoep en dan zo'n laagje. Dat is echt de geweldige soep, hè? Met vet overvloed en verzadigd worden. Als je die lekkere vette soep eet, dat die lekker doordrenkt is en hebt er uren zo'n pruttelen met van die schenkels erin. Kun je je voorstellen, zelfs met vet en overvloed. Dat is ook het beeld wat gebruikt wordt in toen die tijd dat de tafel overvloedig was met al het lekkere, al het goede, zeg maar. Ja, ik dacht aan het avondmaal. Het kan aan het avondmaal vet en rijk en overvloedig zijn om de Heer Jezus te erkennen. En dan kan het contact met God, met Jezus, door de werking van de Heilige Geest, kan zijn als een tafel, een overvloedige tafel.
En dan kun je verzadigd worden. Verzadigd worden met hem, door hem. En wanneer ik aan u denk op mijn bed, over u peinst in nacht waken. Ja, herken je dat? Herken je dat hij 's nachts wakker wordt en dat je, zonder dat je nog iets anders bedacht hebt, dat je eigenlijk aan God denkt? Dat er een lied in je is? Dat er iets langskomt? Of dat je onderwijs krijgt? Dat je met vragen loopt, maar dat je denkt, hé, waarom ben ik nou eigenlijk wakker? En dat het door je hoofd heen gaat, antwoorden of een lied. Nou, David had het ook. Ik herken het zeker. Heel vaak als ik 's nachts wakker word, dan is er een lied in me. Dan is er onderwijs. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. David die zegt het ook. Als ik aan u denk op mijn bed, over u peinst in nachtwaken. Dus over hem nadenkt, over hem prevelt, staat er ook in een van de uitleggers. Het wakker worden met de stem van de Heilige Geest. Het overdenken, het prevelen. David deed het ook. Denk dat het goed is om, als je dat niet kent, om dat te vragen aan God. Om te zeggen, Heer, wil ook op die manier tot mij spreken. Want het is gewoon een groot goed. Het is als het ware alsof je aan een rijke tafel zit en waar je eten krijgt. Om zo lessen te krijgen van God door de Heilige Geest. Om zo een vertrouwde relatie en een vertrouwde band met God te hebben of te krijgen, te versterken. Voorzeker u bent een helper voor mij geweest en onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Kun je je voorstellen dat je onder die vleugels zit? Ik heb gehoord van een kip bij een brand. Dat de kip verbrand was, maar de kuikens leefden nog, omdat ze onder hem zaten. Dus beschermd door de kip, door de moeder. En zo, we zagen net die grote vogel ook, dat je onder die vleugels bedekt bent als onder een kleed, onder een dak, onder een afdak, een schaduw, in de schaduw zitten van de vleugels. En daar zal ik vrolijk zingen. Als we dus last hebben van de aanvallen van de Satan of van onze vijanden, dan kunnen we schuilen bij de Heer Jezus en onder zijn bescherming kunnen we ons zeker voelen. Bescherming onder zijn vleugelen. Hij is een helper in nood. Ja, dat hebben we nodig. En vooral in deze tijd. Van alles wat langskomt, alle verwarring en de onrust die er is. Er komen dingen op ons pad waarvan we niet dachten dat het bestond. Ieder zal dat toch ook herkennen. Er komen dingen langs waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? De Heer Jezus zegt, kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven onder mijn vleugels. Daar is bescherming, daar is warmte, daar is veiligheid. Daar zal ik voor je zorgen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. En uw rechterhand ondersteunt mij. Dus we mogen ons vastklampen aan de belofte. Vastklampen aan het woord van God. Hij heeft het beloofd. Hij heeft beloofd dat het waar is. Waarheid en dat het trouw is. Als we nu de sneeuw zien, dan weten we. Ja, eigenlijk is het niet vreemd. Want hij heeft het aan Noach beloofd. Dat zomer en winter niet stoppen. Dus wat hij belooft, dat zien we jaar in jaar uit terugkomen. Soms maar iets. Nou, dit keer in alle hevigheid, met een storm erbij en een flinke kou. Maar het is Gods trouw. Hij heeft het beloofd en hij gaat het ook doen. En zo belooft hij zoveel in zijn woord voor ons, voor een ieder die het vertrouwen nodig hebt om op hem te bouwen. Om hem vast te klampen. Dus niet wachten totdat hij komt. Nee, hij is er al lang. Hij is er al lang. Maar vastklampen aan het woord, aan de belofte van God zelf. En dan ondersteunt hij je. Ik kan me zo voorstellen dat je net als een kind zo in zijn arm zit. Hè, dat hij je vasthoudt. Dat je tegen hem aan mag leunen. Dat je,
dat je de adem en de hartsklop hoor. Ja, en daar is het veilig. Ik weet nog dat ik vroeger heel vaak tegen mijn moeder aanlag. En mijn moeder was vrij fors en groot en sterk. Maar in dat hoekje hier, dat was heel veilig. Dat was gegarandeerd slapen, bij wijze van spreken. Dat was een warme, veilige plek. En vooral als kind. Nu doe ik het eigenlijk niet meer, hoor. Zou eigenlijk wel goed zijn om nog een keer te doen. Zit ik me nou net zo te bedenken. Ik ga het nog eens een keer doen. Vastklampen. Maar deze die me naar het leven staan, om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Weet als je aangevallen wordt. Weet als er mensen om je heen zijn die het je moeilijk maken. Of mensen die je continu achtervolgen of je vernederen. Of je op allerlei manieren lastig voor je zijn. Ook op geloofsgebied. Hè? Er zijn mensen, soms je eigen broers en zussen, waar je totaal niet doorheen komt. En die je altijd maar kleineren, en vooral als je de jongste bent. Weet dat als het niet vanuit God is, maar vanuit de boze, ja, dat zal ze niet, geweldig zijn. Want David zegt, die mij naar het leven staan, omdat de verwoesten komen in de laagste plaatsen van de aarde. De vernietiging van de goddelozen. Ja, christenen onder elkaar kunt ook prima doen. Hè? Die kunnen ook elkaar ook prima nog dwars zetten. Maar als het vanaf de goddeloze kant komt, ja, dan komen ze in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Ze zullen de vossen ten deel zijn. Als we denken aan het einde van Absalom. Absalom die met zijn haar in de boom komt te hangen. Zijn paard die loopt onder de boom aan een grote bos met haar. Ik weet niet precies wat er gebeurd is in die strijd daar. En hoe die mensen tot een eind, of hoe dat, ik weet sowieso niet hoe ze dat vroeger deden. Als er zo'n grote strijd was. Misschien weet Christian dat beter dan ik. Maar er kwamen soms 10,000, 20,000 mensen op die bergen kwamen om. Nou, die konden ze natuurlijk onmogelijk allemaal in korte tijd opruimen of begraven. Maar hier staat dat ze voor de dieren waren. Dus de dieren die aten ze gewoon op. Vogels en vossen en jakhalzen. Er zijn in verschillende vertalingen staan dus bepaalde dieren die daar dus gewoon aan gingen knagen. We zien het bij Saul. Saul en zijn zonen die dus op de muur bij Jabes gespijkerd worden. De mensen van Jabes en Gilead kwamen ze eraf halen, geloof ik. Ze werden gespijkerd op de muur van, ik weet even die plek niet meer, was dat gat? Ik dacht het wel. Maar dan worden ze gebrand. Maar die zijn daar opgehaald. Ze werden onthoofd. Maar ik kan me zo voorstellen dat mensen die daar soms dagen misschien wel lagen, je was een prooi voor de vossen, voor de jakhalzen. Ja, als je dan niet een kind van God bent, ja, dan is het wel een heel droevig einde. Maar de koning zal zich verblijden, al wie bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Gods trouw en waardigheid is zeer hoog. Bij hem is veiligheid. De koning zal zich verblijden. David kan op een gegeven moment weer terugkeren. En daar werd hij dus in zijn eer hersteld. Hij ging weer terug naar Jeruzalem. En hij kon zich in God verblijden. Alleen maar toen hij koning was? Nee. Ook toen hij in de woestijn was. Het is voor ons een les om als het moeilijk is, ons ook te kunnen verblijden in God. Niet alleen als het goed is, maar ook als het niet goed is. Dat we altijd de veiligheid en de bescherming zoeken bij hem. En dat we ons vastklampen aan zijn belofte, aan zijn woord. Dan zal hij ons altijd
verblijden. Al wie bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars die zal gestopt worden. Alle die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven om kinderen van God te zijn. God wil ons vormen, God wil ons voeden, God wil ons laten groeien. Wat is dan nodig? Nodig dat we de veiligheid en de bescherming bij hem zoeken. Dat we onze knieën buigen en op onze plaats zijn. Als we niet op onze plaats zijn, kan het zijn dat ons hele nare dingen overkomt. We zien het in het leven bij David. Nathan had het hem gezegd nadat hij de zonde had gedaan met Bathsheba. Maar toch, er is altijd genade in overvloed. En er is altijd een terugkeer, een wederkeer en een bekeer mogelijk door het werk van de Heer Jezus. We hebben hier het kruis staan. We hebben daar de steen nog liggen van de vorige keer. De steen, de rots, de Heer Jezus Christus. Daar mogen we bouwen en vertrouwen. Achter hem aangaan. Niet op onszelf blijven zien. Maar ons richten op hem. Bij dag en nacht overpeinzen. Verblijden in hem. Buigen voor hem. En dan zal hij ons altijd horen. En verhoren en ons weer oprichten en ons weer herstellen op de plaats waar we horen te zijn. Ja, ik dacht zo, bij wie is dit nou heel herkenbaar? We zitten hier met een mooi klein groepje, ook best vertrouwd. Ik dacht. Ik ga gewoon eens vragen dat er één iemand is hier in ons midden die zegt, ja, dat is wel herkenbaar in mijn leven. En ik wil er best een minuutje of twee, drie aan wagen om dat eens te vertellen. Wie God voor mij is en of dat het herkenbaar is wat bij David is gebeurd of dat het ook in mijn leven gebeurt. En misschien wil je wel iets doorgeven aan ons dat je zegt, dat of dat is er gebeurd, daar of daar wil ik je hoop en moed geven. En kijk, ik weet, ik heb meerdere mensen meerdere keren in mijn leven verteld, als het moeilijk is, ga maar zingen. Heer, hij maakt me uw wegen. Ik geef die les door. En ik weet dat sommigen, die hebben dat ook geholpen om te zingen. Ook al zie je het niet, ook al weet je het niet, ook al heb je het niet 100% helder. En dan kun je zoiets doorgeven. Nou, mijn vraag is eigenlijk, is er hier iemand die zegt, ik heb het lef om wel naar voren te komen om dat te vertellen. Te vertellen vanuit je eigen leven, heel kort, hoeft niet perfect te zijn, dat ben ik ook helemaal niet, om dat eens mee te geven voor vandaag. Niemand? Is het eng? Toch kan het zo goed zijn, hè? Om elkaar te helpen, te bemoedigen. Mooi, dan houden we het zo. Dan zullen we de Heere danken.